De winnares van de Perfecte Plaat 2022, en wat een sterk jaar was dat, is geworden Linja! Gefeliciteerd allereerst. Ja. Dank je. Ook terecht, want hele mooie foto's ook, vind ik. Super mooi gedaan. Ik heb elke week een blogje geschreven over wat iedereen deed, zeg maar, over het programma. Oh ja? Wat leuk. Dat was wel leuk. Wat ik wilde vragen, wat vond je eigenlijk zelf de leukste shoot, zeg maar? De allerleukste shoot vond ik die daar. Okay. Dat is de fashion shoot in IJsland geweest. Ja. Ik vond heel veel shoots echt heel leuk om te doen. Maar deze kwam alles gewoon samen. Want ik begreep de camera beter. Ik kreeg een geweldige jurk, geweldig model. Het fantastische decor van IJsland. En het viel gewoon samen of zo. En ik stond alleen maar daar zo van te genieten. Ik vond dat echt een geweldige dag. Heel leuk. En wat vond je dan de moeilijkste, zeg maar? Waar had je het meeste moeite mee? Oh, ik vind eigenlijk alle foto's die in de studio gemaakt moesten worden, vond ik moeilijk om te bedenken. Omdat ik hou eigenlijk best wel van een beetje de situatie vastleggen zoals die is. En dan kijken hoe kan ik daar het mooiste ding van maken. Dus ik vond het heel mooi. Ik heb een keer een foto gemaakt van de parachutes die allemaal uit de lucht kwamen. En dat je daar dan een plek moet zoeken om een mooie foto te maken, dat vind ik heel leuk. Maar zodra ik het in de studio echt moet zetten, echt zelf moet creëren, vind ik een beetje, dat was gewoon minder bij mij of zo. Ik weet niet, ik wil het niet van een verhaal buiten vertellen, denk ik. Okay, heel goed. En ga je nu ook door met fotograferen? Is het iets wat je vaker gaat doen? Nou, ik wil echt wel heel graag door met fotograferen, maar het is natuurlijk wel echt een vak. En als je dit wil doen, dan moet je daar gewoon heel veel tijd in steken, heel goed in worden, steeds beter in worden. En daarvoor moet je eigenlijk wel iets anders aan de kant zetten, een beetje, denk ik. Ik heb een druk leven. En ik wil het wel serieus nemen. Maar als er iets is wat ik heb gekregen door dit programma, is het heel veel respect voor fotografen. Echt ongelooflijk.